Ik had compleet onderschat hoe de taxatie werken in Nederland, als wel hoe de financiële aanvraagprocessen werken en hoe al die berekeningen werken. Ik moest letterlijk van 30.000 euro al mijn spaargeld naar opeens 38.000 euro krijgen. En voor die 8.000 euro moest ik gewoon letterlijk gewoon lenen bij mensen. Hoi allemaal, welkom terug bij een nieuwe YouTube video van de Real Estate Masterclass. En vandaag gaan we het hebben over de meest gemaakte fouten binnen de vastgoed. Er zijn er heel veel, maar ik geef je de drie. En laat ik beginnen met de allereerste fout die de meeste startende investeerders maken. En dat is, ze betalen te veel voor een huis of kopen gewoon te duur in. Ik zal een voorbeeld geven. In dezelfde straten waar ik koop, zie ik mensen die nog geen ervaring hebben in vastgoed, bijvoorbeeld 40.000 euro meer betalen op bijvoorbeeld mijn aankoopprijs van 150.000 euro. En puur daardoor kan ik ook veel meer marge maken en dus ook daardoor sneller kunnen groeien. Dus de beginnersfout is vaak dat mensen denken van ik moet online een pand vinden, daar ga ik mijn eerste pand vinden, die ga ik kopen en zo ga ik beleggen. En dat is de eerste fout. En dat heeft te maken met een aantal redenen. De meeste mensen kennen niet de wegen waar jij vastgoed kunt kopen buiten de traditionele websites om. En dat is dus de eerste gemaakte fout, want je betaalt makkelijk 40.000, 50.000 euro, soms meer dan dat er eigenlijk nodig is. En soms ook wel 20.000 euro meer, weet je wel. Maar zo kun je dus makkelijk, als je buiten die paden gaat, 10 tot 35% beneden marktprijzen kopen. En raad eens wat de kwaliteit is, hetzelfde. We hebben dat meerdere keren laten zien aan onze cursisten, maar ook online in de webinars, dat dat allemaal mogelijk is. En de meeste mensen kiezen gewoon voor om online te kopen. En daardoor betaal je dus makkelijk 10.000 euro's meer. Nou, de tweede vaak het meest gemaakte fout is simpelweg heeft te maken met financieringen. En wat gaat er dan vaak mis daarin? Allereerst wanneer mensen een pand kopen en ze kopen een pand van 200.000 euro en ze krijgen 80% financiering daarop. Dat is de eerste gemaakte fout. Ze denken dus dat ze 80% van de 200.000 euro krijgen. Nee, zo werkt het niet. Als jij eenmaal begrijpt hoe taxatierapporten werken, wat nou eigenlijk staat tussen al die letters en wat 80% betekent van de marktwaarde, zul je zien dat dat dus niet 80% van 200.000 euro is. Het kan zijn dus bijvoorbeeld 220.000 euro zijn, maar het kan ook 180.000 euro zijn. En dat niveau qua verschil betekent dus dat je of 16.000 euro dus eigenlijk extra bespaart minimaal, of 16.000 euro juist meer moet inbrengen. Dat is significant, want jij betaalt dus of 16.000 euro meer qua eigen geld erin of minder. En dat is een controle dat jij jezelf kunt inbrengen als je eenmaal begrijpt dan ook hoe financiering werkt. En ik zal je dat uitleggen waarom dat ook een van de meest gemaakte fouten is. In het begin dacht ik ook maar dat ik misschien 30.000 euro nodig had. Nou, bleek 38.000 euro te zijn. Ik had compleet onderschat hoe de taxatie werkt in Nederland, als wel hoe de financiële aanvraagprocessen werken en hoe al die berekeningen werken. Ik moest letterlijk van 30.000 euro al mijn spaargeld naar opeens 38.000 euro krijgen. En voor die 8.000 euro moest ik gewoon letterlijk gewoon lenen bij mensen. Weet je, 4.000 daar, toen heel veel mensen nee gezegd. Ik moest zelfs bij mijn ex aankloppen om 2.000 euro van haar te lenen. En gewoon, het is je ex, dus het is echt niet makkelijk, mensen. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt als jij in vastgoed gaat stappen zonder dat je echt verstand van hebt. Want het kan hoogstwaarschijnlijk gebeuren dat jij meer equity moet inbrengen, dus eigen geld, dan je verwacht had. En mogelijk dat je het geld zelf ook niet hebt. En de derde meest gemaakte fout gaat over verbouwingen en verhuur. Nou, waarom is dit een van de meest gemaakte fouten? Is omdat wanneer mensen starten in het vastgoed investeren en ze gaan verbouwen, gaan ze vaak bellen naar een aannemer die ze mogelijk kennen of via Google vinden, et cetera, et cetera. Nou, vaak, en ik zeg alleen uit ervaring, hè, dat vaak betaal je daar gewoon veel meer voor, omdat jij nog niet de wegen hebt ontdekt hoe je bijvoorbeeld 50% kunt besparen op je aannemerskosten. Het heeft te maken met dat je begrijpt bijvoorbeeld hoe je weet waar ze materiaal vandaan halen, hoe je op de beste manier zowel materiaal als installatie kunt krijgen. En natuurlijk dat je weet ook wat een goede aannemer is en hoe je natuurlijk dat als een soort financiële constructie opzet. Mensen betalen simpelweg soms 50% dus meer dan ze verwachten qua verbouwing. Dat heeft echt te maken met onderhand hoe ze inkopen, hoe ze onderhandelen, maar ook dat ze de paden niet kennen van hoe je aan die goede aannemers en betaalbare aannemers komt. En daarna wil je natuurlijk verhuren. En in het verhuurproces zijn mensen af en toe ook een beetje of lui, of ze willen het niet doen, of ze denken van andere mensen het beter. Kan allemaal.
Maar als jij eenmaal begrijpt hoe makkelijk het verhuren is van vastgoed, begrijp je ook natuurlijk dat je niet dure makelaars hoeft in te schakelen of andere mensen moet inzetten om dat gewoon lekker verhuurd te krijgen. Er zijn genoeg partijen in de Nederlandse markt die voor jou een hele, hele lage prijs dat soort appartementen kunnen verhuren en nog eens het beheer voor jou kunnen doen. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol was. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal, zodat jij ook meer waardevol content zult krijgen. En vergeet ook niet de video te liken. Mocht je wat vragen hebben, laat ze achter in de comment sectie hieronder. En ik zie je graag tegemoet bij de volgende video.